En we gedenken vandaag in en met liefde, want daar moest het over gaan, een bijzonder mens. En met eerbied spreek ik zijn naam uit, Christiaan Botter. Geboren op 3 februari 1945. En op die dag schreef God de Heer die naam in de palm van zijn hand. En gestorven op dinsdag 19 maart 2024. In de leeftijd van 79 jaar. En op die dag wistte God de Heer zijn naam niet uit, maar omsloot hij zijn naam in zijn liefde. En daarom zijn we hier vandaag in deze kerk om hem te gedenken, om jullie een hart onder de riem te steken en om met elkaar afscheid van hem te nemen en zo in stappen zijn leven en zijn lichaam los te laten. En in de kerk gebruiken we daar oude woorden voor die we aan het begin van iedere dienst spreken, en die spreek ik ook vandaag. Dat is dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede van God de Vader, van Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Chris en Adrie haalden veel troost uit de muziek van Remco Hackert. En er was een cd en die werd grijs gedraaid. Die cd werd ook meegenomen naar het ziekenhuis. En daar moest die dan ook worden beluisterd. En die muziek die ondersteunde hen, daar vonden ze hoop en troost in. En jullie zeiden zo, toen we de eerste keer in het ziekenhuis daar met elkaar over spraken, ja, we draaien gewoon de hele cd van Remco Hackert. Nou ja, toen zeiden wij, nou, misschien willen we ook nog zingen met elkaar. Dat hebben we ook gedaan. Maar de mooiste liederen hebben we uitgekozen. En die klinken zometeen. En van die muziek moest iets klinken vandaag. En we hopen dat het ons allemaal ter troost en ter bemoediging is. We gaan luisteren naar het lied Nooit meer zoals nu. Met daarbij een mooie foto van hoe het nooit meer zal zijn. Nergens meer een traan, het vragen is gedaan. Want u bent zelf het antwoord, dan zijn we nooit alleen. U bent om ons heen, uw licht verdrijft het duister. Wat beloofd is, zal gebeuren. U bewijst uw trouw, Heer. Kom, Jezus, kom. Kom, Jezus, kom. Kom snel. Het wordt nooit meer, nooit meer zoals nu. Schepping juicht, wij prijzen u. Het wordt nooit meer, nooit meer zoals nu. Nee, nergens is meer pijn. U zult bij ons zijn, ons troosten en beschermen. Dan klinkt een zuiver lied, mooier kan het niet. Voor de hoogste koning, wat beloofd is zal gebeuren. U bewijst uw trouw, Heer. Kom, Jezus, kom. Kom, Jezus, kom. Kom snel. Het wordt nooit meer, nooit meer zoals nu. Heel de aarde, heel de schepping juicht. Wij
We willen samen bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Laat ons bidden. Trouwe Vader in de hemel. Zo zijn we hier samengekomen in deze ontmoetingskerk. En we geloven dat u ons ziet. Dat u ons hier wil troosten. Dat u ons hier nabij wil zijn met uw liefde. En dat vragen we ook. Wees ons heel nabij. In ons verdriet, in onze herinneringen, in ons zingen, in ons luisteren. In al die gedachten die door ons hoofd gaan op een dag als vandaag. Als we afscheid nemen van onze man, onze vader, schoonvader, onze opa, onze broer, onze naaste, onze vriend. Hij die zoveel voor ons heeft betekend, als collega, als werkgever, als liefhebbende partner, als vader, als opa, die van zijn tijd gaf aan ons, met wie we de Krimpenerwaard doorfietsten, met wie we konden praten, die ons leerde klussen en hoe het is om op een vrachtauto te rijden, bij wie we konden spelen, die ons lief had. Zoveel jaren was hij erbij in ons leven. En nu zomaar, opeens is dat voorbij. We zullen hem missen, God. En tegelijk zijn we dankbaar dat die benauwdheid er niet meer is. En zijn we dankbaar voor alles wat hij ons heeft gegeven en wat we met hem hebben mogen delen. En tussen die gevoelens bewegen we ons vanmorgen. En wees daarin met uw geest aanwezig. Geef ons de ruimte om liefde en troost te ervaren en laat mooie herinneringen bloeien. We bidden het u, door Christus onze Heer. Amen. Hugo, jij wilt namens de familie een in memoriam uitspreken. En dat wordt daarna ondersteund met beelden en een lied. En ik wil de koster vragen om dan even bij die beelden en dat lied de lichten even te dimmen, zodat het... Na het in memoriam hoor, maar dat het goed zichtbaar is. In memoriam Christian Chris Potter. Chris is geboren aan de kerksingel. Als oudste zoon van een gezin van 4 kinderen. Met al broers en zussen Evert, Didi en Corrie. Toen Chris 9 jaar was, verhuisde het gezin naar de Benedenberg. Bij de woning werd ook een loods gebouwd en daarmee de basis gelegd voor transportbedrijf Botter. Chris had het op 17-jarige leeftijd met school wel gehad en de boeken ingeleverd. Lummelen was er niet bij thuis en Chris werd door zijn vader als bijrijder aan een chauffeur gekoppeld en ging lessen voor zijn groot rijbewijs. Recent hoorde ik uit betrouwbare bron voor het eerst dit verhaal over mijn vader. Chris was als bijrijder met die bewuste collega, chauffeur, in de haven van Amsterdam om een vracht hout te laden. De collega besloot op dat moment ontslag te nemen en om de trein vanuit Amsterdam naar huis. Daar stond Chris,
Chris met vrachtwagen bleef achter. Voor pa was dat geen probleem, hoewel hij nog geen rijbewijs had, chauffeurde pa de vrachtwagen van Amsterdam naar Bergambacht. Dank voor die tip, Evert. Een geliefde moeder kwam helaas al vroeg te overlijden toen de kinderen begin 20 waren. Toen jaren later vader overleed, hebben Evert en Chris samen met zwager Maarten Marcus de dagelijkse leiding van het transportbedrijf op zich genomen. Chris werd door zijn ouders gewezen op dat leuke meisje dat regelmatig op bezoek gaat bij haar oom in het huis aan de overkant van de weg. Zo kwam Adrie Verburg in beeld, een boerendochter. Wat begon met een avond naar de film, werd een bruiloft en een huwelijk van 55 jaar. Twee zoons werden geboren, André en Hugo. Waar het begin de eerste jaren woonde op de Dijklaan, 18, ging het verder op de Benedenberg. Pa heeft van zijn werk zijn hobby gemaakt en ging daar helemaal in op. Werkdagen van 's ochtends 4:30 tot 's avonds 11:00 waren geen uitzondering. Het was ook meteen de reden waarom ik me had voorgenomen om nooit ondernemer te worden. Dat is dus niet gelukt. En ook mijn broer is erin getuind. Ma zorgde dat alles in en rond het huis doorging. Schoolzaken, sport en hobby's van de zoners. Ze had ook altijd wel wat mensen in het dorp waar ze aandacht voor had, die ze bezocht en waar ze ook eten bracht. Vorige week nog hoorde ik pa tegen een verpleegster zeggen dat hij het werk altijd met plezier heeft gedaan. Ik was blij dat te horen. Wij maakten ons als gezin wel zorgen over deze lange dagen, de stress en fysieke belasting. Toen bleek dat er bij de neven en nichten geen opvolgers waren voor het transportbedrijf, is het overgedaan aan Vervaal en Stolwijk. Pensioen. Tijd voor meer tijd met ma, de kinderen en inmiddels de kleinkinderen. Pa en ma waren onafscheidelijk. Zo goed als iedere dag werden er weer flink kilometers door de polder gemaakt. Het was een lust en een leven. De kilometer van tellen van de fiets stond op duizenden, die van de auto slechts op honderden. Verder was pa veel in de keuken te vinden. Dat deed hij vroeger nooit. Lekker eten, gezelligheid zijn belangrijk. Ook beleefde hij in de beginjaren veel lol aan klussen en heeft hij ook bij zijn zoons het nodige werk geleverd. Er was altijd tijd voor de kleinkinderen. Samen met ma fietsen met een of twee kleinkinderen naar de dierentuin en al die andere dingen. Ze hebben er erg van genoten. Pa was ook ongelooflijk blij om te zien dat het goed gaat met de kleinkinderen. De afgelopen 18 jaar waren een cadeautje. Maandag 4 maart kwam er abrupt een einde aan die periode. Pa werd opgenomen met een zware longontsteking. Vervolgens bleek er sprake van acute leukemie. In 14 dagen tijd holde zijn gezondheid achteruit. Afgelopen maandag op dinsdagnacht zijn we bij pa geweest tot zijn laatste adem uitblies. Pa en ma hebben in die 14 dagen veel over het geloof gesproken. Ook voor de kinderen. Ook voor de kinderen, kleinkinderen. Was het tijd om. Pa en ma waren in die 14 dagen, hebben veel over het geloof gesproken. Ook voor de kinderen en kleinkinderen was het tijd om nog te zeggen wat er te zeggen was. Een gesprek, een gebed. Het was daarom ook dat we konden loslaten. Pa ons en wij pa. In het vertrouwen dat God zijn kind weer omarmt. Pa, opa, lieve Chris. Voor ons was je de onbezongen held van ons leven.
Once upon a time, you were 25, walking up the aisle. You made the promise of your life. Blink twice and you were 29, singing lullabies. And I looked up at you for the first time. Words fall short, but I am sure they'll never be anyone like you. You're strong like your father, even when you were scared. When I was in trouble, you never left me there. And you love like your mother, like there's nothing to lose. You're an unsung hero, so I'll sing this song for you. Woke up, I was 21, and I fell in love. Remember how I told you that I'd search the world and I found the girl. And oh, how she reminds me of you. You're strong like your father, even when you were scared. When I was in trouble, you never left me there. We gaan uit de Bijbel lezen. En als jij dat kunt, dan wil jij dat graag met ons doen, Joelle. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt het vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zou verstormen, kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft, geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Enkele gedachten daarbij, lieve mensen, in het licht van deze tekst en het leven van Chris Potter. Die uitlopen straks op het volgende lied van Remco Hackert over de verborgen aanwezigheid van God in een mensenleven met voetstappen in het zand. We hebben het gehoord, het is de liefde die blijft. En de liefde die geen ijdel vertoon kent, de liefde vol goedheid. De liefde die niet zelfzuchtig is. En deze woorden uit de Bijbel moesten vandaag klinken. Adrie was heel resoluut. Hier moet het over gaan, hè? Over de liefde. Soms zit je nog wel eens in zo'n gesprek en dan moeten mensen zoeken. Maar hier was iemand die daar goed over na had gedacht. Het moest over de liefde gaan met deze tekst. Over jullie liefde voor elkaar. 55 jaar huwelijk en ik zat even te tellen. Ik denk 60 jaar verkering om en nabij, zoiets. 58, nou, het was bij elkaar 58, ja. Over de liefde die hij had voor jullie als familie en gezin. Op de liefde voor het familiebedrijf, waar die jaren samen met boer Evert bijna onafscheidelijk aan dat bureautje zat, in een kantoortje. En over de liefde voor God, op wiens genade hij vertrouwde. En als u 3 weken geleden aan Chris en Adrie had gevraagd of we hier nu vandaag hadden gezeten om afscheid te nemen vandaag. Met zoveel mensen te zingen en te bidden in deze kerk. Dan hadden ze nee gezegd. In de eerste plaats nee, omdat Chris wel vermoeid en benauwd was, maar niemand dit zag aankomen. En wat is het dan allemaal snel gegaan? Wat heeft dat veel met jullie als familie gedaan? Maar ook nee, omdat jullie niet de mensen zijn die houden van wat Paulus dan zelfzucht noemt of ijdel vertoon. Jullie zijn de mensen die tevreden zijn met eigen huis en haard. En de mensen die bovenal anderen niet tot last willen zijn. En dat we hier nu zijn met zoveel mensen is een teken van uw liefde voor hen. Voor alles wat zij gedaan hebben voor u, maar bovenal van uw liefde voor hen. En denk het aan die woorden over de liefde, moest ik denken aan onze gesprekken en jullie beschreven zijn leven eigenlijk in 3 delen. En Hugo heeft dat net mooi gedaan. Zijn jeugd, de werkende periode en de periode van pensioen. Nou, die eerste 2 lijnen van jeugd en werk, die neem ik hier even samen. Dan iets over die pensioentijd en tot slot iets over de liefde bij Paulus. Die liefde voor dat bedrijf, dat kwam uit een gezinscontext, maar ook uit een tijd. Die naoorlogse jaren van wederopbouw, van cultuur waarin hard werken centraal stond. Met plezier en als hobby natuurlijk, vanuit liefde, maar er moest wel hard gewerkt worden. En jullie vertelden dat Chris dat deed, niet goed, maar zeer goed, het liefst perfect, moest dat allemaal gebeuren. En zijn rol was die van de regelneef, die je uitlegde waar je dan heen moest rijden als chauffeur. En als Chris je dat uitlegde, dan reed je nooit verkeerd. Degene die verantwoordelijkheid voelde voor wat er allemaal aan voorraad was. En die uit zijn hoofd, zonder computer, precies wist wat er dan nog op voorraad was. Degene die verantwoordelijkheid voelde voor al die werknemers. En voor dat bedrijf als geheel. En die graag en met liefde daarvoor hard werkte. Maar soms wel zo dat jullie de brandplekken van de sigaretten vonden op de kleden en op de stoelen en ook op zijn eigen broeken. Als hij 's avonds dan weer, dat was nog zo in die tijd, met sigaret in slaap was gevallen in zijn stoel. En met dat harde werken heeft hij jullie als gezin en jullie als familie een basis geboden. En mogelijkheden gegeven om je te ontwikkelen. En tegelijk kon dat alleen omdat Adrie thuis de zaak in evenwicht hield. Het begon allemaal bij dat afspraakje, met die film,
die film waarvan ze weinig had gezien, zei ze. En daarna een prachtig huwelijk met elkaar. En je zorgde wel voor het eten, je legde zijn kleren klaar, je zorgde voor de kinderen, zodat hij zijn werk kon doen en die verantwoordelijkheid kon dragen. En voor jullie als zonen betekende dat dat je je vader vooral werkend zag. En dat je daardoor maar met de vrachtwagen meeging. Want dan had je wat tijd alleen met je vader. Dan kon je hem echt even spreken. En er waren gelukkig de vakanties. De kostbare momenten dat jullie echt even met elkaar waren. En dat het werk toch wel losgelaten werd. En in die tijd, maar ook in zijn zorg en zijn verantwoordelijkheid, zagen jullie zijn liefde en zijn zorg terug. En dat werd sterker in dat laatste deel van zijn leven. Die jaren pensioen die hij kreeg, waar hij er concreter voor jullie kon zijn. Horretjes maken, keukens helpen aanleggen, schilderen bij jullie thuis of op kantoor. En voor jullie als kleinkinderen kon genieten. Zeker als jullie kwamen spelen, eten was erg belangrijk. En het liefst ook nog logeren. En voor jullie samen, al fietsend de Krimpenerwaard door. Maar ook zijn zorg voor Adrie. Als zij bijvoorbeeld volgens de meestal correcte berekeningen van Chris wel erg lang wegbleef naar de supermarkt, dan maakte hij zich toch wel zorgen. Maar gelukkig kwam ze dan weer thuis. En ook deelden jullie samen de zorg voor mensen om jullie heen die wat te eten en aandacht nodig hadden. En daarom kon hij die laatste 14 dagen van zijn leven ook met dankbaarheid terugkijken. Op wat hij had gekregen en wat hij aan jullie had mogen geven. En dankbaar ook voor al die voetstappen in het zand, waar God op de een of andere manier met hem had meegelopen. Tot slot daarom de liefde bij Paulus. Als Paulus spreekt over de liefde in deze Bijbeltekst, dan gaat het niet over liefde als gevoel, liefde als verliefdheid, maar liefde als je weggeven voor anderen. Liefde als een levensstijl, als een manier om je daden te uiten. En de liefde die anderen laat bloeien en anderen opbouwt. Het gaat over de liefde die God geeft aan mensen en die mensen mogen geven aan God. Over een God die zelf liefdevol is en mensen kent en het beste met hen wil. En een uitnodiging geeft om te antwoorden op zijn liefde. Een liefde die geduldig is en vol goedheid. Die niet voor zichzelf kiest, maar die dient. En die vreugde vindt in waarheid. Dat is de liefde die blijft. En het gaat Paulus om de noodzakelijkheid van die liefde, over het karakter van die liefde en het blijvende van die liefde. En die liefde heeft niet te maken met hoeveel kennis je hebt en welke diploma's je hebt of welke gaven je hebt gekregen. Die liefde heeft te maken met jezelf dienend weggeven voor een ander. En die liefde gaat daarmee soms ook in tegen wat wij in onze cultuur liefde zouden noemen. Omdat het een liefde is die de wrok opzij zet, die geduldig afwacht en die vergeeft en dient. En volgens Paulus is die liefde ten diepste zichtbaar geworden in de grote feesten die we de komende week met elkaar vieren. Als Jezus op donderdag het brood zal breken en zichzelf weggeeft, als Jezus op vrijdag zal sterven en helemaal ten onder gaat in de diepste dood, in een onrechtvaardig proces veroordeeld als misdadiger. Op zaterdag, waar we ervaren dat de dood bij het leven hoort en dat je daar verdrietig om mag zijn en dat het je mag raken en dat het pijn doet. En op zondag, waar we het paasfeest met elkaar zullen vieren, juist vanuit ons verdriet, juist vanuit onze wanhoop en vanuit onze angsten, tegen elkaar zeggen dat dit niet het einde is, maar dat er licht is dat sterker is dan het donker en leven is dat sterker is dan de dood. En over die liefde die sterker is dan de dood spreekt Paulus. En voor Chris en voor Adrie betekende dat samen je leven delen, onbaatzuchtig leven, elkaar liefhebben en de mensen om je heen liefhebben en uiteindelijk vertrouwen op de genade van God. Want hij wist dat zijn kennen nog maar beperkt was. En dat zijn denken een afspiegeling was van wat nog komt. Maar hij vond rust in het vertrouwen dat hij eens en nu volledig gekend mag zijn.
zoals God hem zijn leven lang al kende. En in die liefde is hij gestorven. En vanuit die liefde roep ik ons allen op om elkaar, bijzonder jullie, als gezin met liefde te blijven omringen. Ik wil tot slot een eigentijdse versie van deze Bijbeltekst lezen. Hij is van collega Karel Eijkman. Zonder liefde ben je nergens. Al kon ik nog zozeer in prachtige preken mijn redes afsteken en wist wijze woorden op ieder gebied, maar had de liefde niet, dan was het toch meer wat trommelgekletter, gezwets en geschetter, had ik de liefde niet. Al blies ik trompet hoog van de toren, al zong ik in koren de sterren van de hemel, het hoogste lied. Maar had de liefde niet, dan klonk het toch net als toeters en bellen. Ik had niets te vertellen, had ik de liefde niet. Zonder liefde ben ik nergens. Zonder liefde stel ik niets voor. Had ik jullie niet bij me, dan ging ik eraan onderdoor. Want liefde is echt en liefde is aardig. Is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig. Het is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen. Die ieder verdriet, ook de dood, kan overwinnen. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar dat lied van Remco Hackert over de voetstappen in het zand en de tekst staat erbij. En zie ik lief aan het strand bij lage tij. En ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. En we liepen zo het leven door en lieten in het zand een spoor van stappen, twee aan twee. En de Heer liep aan mijn hand. Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop in tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop. Maar toen ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Zei toen, Heer, waarom dan toch, juist toen ik u nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag op het zwaarste deel van het pad. De Heer keek mij vol liefde aan, gaf antwoord op mijn vragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, heb ik jou gedragen. Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen.
We willen met elkaar danken en bidden. Mag ik u daarin voorgaan? Heer onze God, we danken u vandaag zo voor het leven van Christian Botter. Voor alles wat u hem gegeven heeft aan kracht, aan talenten, aan energie en inzet. Voor alles wat hij gegeven heeft aan ons. Van zijn vriendschap, zijn liefde, van zijn zorg. En ieder van ons op een eigen manier mogen ontvangen. En we vragen u, God, die troost en nabij zijt. U kent zijn naam. U heeft dat zijn leven lang gedaan. Houd hem dan veilig bij u en in liefde omvangen. En breng ons eens samen met hem naar die plaats waar het nooit meer is zoals nu. Naar uw koninkrijk van vrede en recht. Waar de dood niet meer zal zijn en geen pijn meer geleden wordt. We bidden u voor hen die een lege plaats in hun midden zullen ervaren. In het bijzonder voor zijn vrouw Adrie. Zo lang samen, zo met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Voor de kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen, broers en zussen, alle familie. Troost hen en schenk hen liefde en schenk hen dankbare herinneringen. In een moment van stilte geven we ruimte aan onze gedachten. God, u kent onze gedachten. Wees ons nabij en ga met ons mee. U die er zal zijn voor ons. Vandaag, morgen en alle dagen. Tot in eeuwigheid. Amen. We hebben als gemeente de gewoonte om de mensen die zijn overleden te gedenken met het ophangen van een kruisje op het gedachtenisbord. En aan het eind van het jaar, op de laatste zondag voor de advent, dan wordt dat kruisje weer opgehaald door de familie. En ik wil aan Timo vragen of hij het kruisje van zijn opa wil ophangen. Ik wil jou graag het woord geven, André, om namens de familie een dankwoord uit te spreken. Namens mijn familie, moeder,
Mijn broer, onze vrouwen en kleinkinderen willen wij iedereen aanwezig of via de digitale uitzending betrokken bedanken voor uw betrokkenheid en medeleven. Ook dank voor alle condolences via kaarten en appberichten. De dominee, muzikanten, techniek, koster en iedereen die heeft bijgedragen aan deze afscheidsdienst. Ik wil bedanken voor uw inzet. Dank u wel. We komen daarmee bijna aan het eind van ons samen zijn hier in de kerk. Ik spreek nog enkele woorden. Ik bid een slotgebed. Daarna zingen we met elkaar zo mogelijk staande het lied Vrede van God. En als het lied is afgelopen, dan zal de familie gaan uitdragen. En het verzoek is of u even op uw plaats blijft totdat de familie bij de auto is en het signaal krijgt van de uitvaartondernemer of van mij. dat u ook mag opstaan en u mag begeven achter de familie aan. Gaat u dan op dat moment dus voor de familie uit, want die blijft hier nog even om uw jas te pakken, naar de begraafplaats aan de Dijklaan. Als u daarbij wil zijn, parkeren kunt u bij de firma Molenaar, want er zijn een paar plekken op de begraafplaatsen zelf. Die zijn echt voor mensen die moeilijk ter been zijn, past een auto of 6, 7, dus... Als u daarbij hoort, parkeert u daar en anders parkeert u daar net even voor of in de buurt of pak gerust ook de fiets. En zo op de begraafplaats brengen we de laatste eer aan hem, klinken de woorden uit de traditie van de kerk, bidden we met elkaar het Onze Vader rondom het geopende graf en volgt ook de zegen. En voor nu wens ik u allen de liefdevolle en de troostrijke nabijheid van God toe. De God die zo met ons meegaat. En laten we daarom tot slot met elkaar bidden. Barmhartige God en liefdevolle Vader, sta ons bij op de weg die wij zo gaan. Wees ons nabij met uw troost, met die voetstappen in het zand. Draag ons als wij uw kind Christiaan Botter zullen uitdragen. En houd ons vast omwille van uw geliefde zoon Jezus, die is gestorven, begraven. En weer opgestaan voor ons allen. Amen. We zingen met elkaar de vrede van God.